Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag een video met een backup! Surprise! Dat het ooit nog mocht gebeuren. Is het een oude video die je nu kijkt? Nee. Is het 5 jaar geleden opgenomen? Nee. Ook niet. Nou, ja, dit is 2021. Nee. Zo moet ik niet zeggen. Nee, ik vind dit gewoon echt een beetje gek. Ja, ik ook. Maar niet raar gek. Nee, het is niet alsof we dit nog nooit eerder hebben gedaan. Ik heb echt olie nodig op mijn dokken. Oh ja, dat ligt nog in mijn andere tasje. Kijk, ik heb... Ik mag nu niet opstaan, hè? Nee, je mag... Het is real time. Ja, ik zei tegen Rebecca, we gaan een real time Get Ready With Me doen. Dat vind ik echt superleuk. En jullie vinden het ook leuk. En het scheelt me editen. Ja, nou, eerlijk behoorlijk. Lekker easy work. Ja, Rebecca kwam... Hard gewerkt. Kunnen we het de volgende dag of online zetten? Ja hoor. Ja hoor. Ja, doen we wel real time. Dus binnen een uur is dat gewoon klaar. Ja, ik wil dan wel mijn olie pakken. Ja, doe alles. Maar dan zien mensen dat ik niet... Oh ja, ik heb gewoon laat je outfit zien. Ik wilde in mijn badjas filmen, maar ik heb wel gewoon mijn broek aan. Nou. Ja, weet je, die dagen die heb je ertussen. Vandaag gaan wij dus... Het is zo comfy. Ja, dat is het ook. Nou, weet je, ik ga ondertussen even vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen. We gaan ons opnemen. In die tijd nodig. Heb ik al gehad. Ik ben al opgenomen geweest. Hoef ik niet meer. Ja, nee, dat was scherp. Dat was mooi. Ja. In ieder geval, een Get Ready With Us. En ondertussen gaan we even kletsen over het leven. We hebben net al 3 uur lang kletsen. We zijn inderdaad al, we hadden gelijk moeten filmen. Maar er kwamen te veel privé gesprekken. Ja, hoort bij. Keiharde ruzie. Nee. Keiharde ruzie. Dus de tranen zijn geveegd. Ze zijn droog. We gaan nu weer door. We gaan nu werken. We zijn nu weer gewoon collega's. Ja, okay? We zijn weer collegiaal. We hebben net een contract ondergetekend. Hij moet dan en dan. Hij moet voor minstens 3 maanden online blijven. We maken wel grappig, maar het is echt zo. Ja, echt. Anders ging deze hele deal niet door. Wat? Hoezo bewaren je het allemaal in dozen? Ja, weet ik niet. Dat is een hele rare tik. Ja, ik vind dat vreemd. Kijk, hoor. Die ook. Wat raar. Ja, ik weet het ook niet. Ik vind dat maar vreemd. Het slaat ook helemaal nergens op, maar goed. We hoeven deze video eigenlijk helemaal niet over make-up te hebben. We gaan het even lekker hebben over ons. Ja. Waar waren wij? Wat hebben wij gedaan? Okay. Wat hebben wij niet gedaan? Het is goed dat ik een tweede mee heb. Ja, want wij hebben elkaar... Hoe lang hebben we elkaar nou niet gezien? Wanneer hebben we elkaar voor het laatst gezien? Was het niet op zo'n evenement? Wow. Sowieso was de laatste keer... Jeetje, wat een groot verschil is dit, zeg. Oh, wauw. Dit is echt even een full size. Dat is anders. Sowieso een evenement. En ik weet nog zo goed... Iedereen, de hele wereld nog net niet... wist dat wij elkaar gewoon niet meer zagen, niet meer spraken. En ik weet nog, iedereen die ook op dat event kwam... die had echt zoiets van... Gaat dat niet awkward worden? Maar waarom? Ja, weet ik niet. Want ik vond het niet awkward. Waarom ik ook niet, maar awkward? Ik zei ook nee. Ik denk dat het gewoon eigenlijk heel normaal wordt. Ja. En heel... Ja, gewoon als vanouds. Oh, dat wist ik. Trouwens, ik heb even een wc-roodje hier zo liggen. Hij is op. Waar nog heel veel op zit. Maar... Nee, ik had niet... Door andere mensen werd ik zenuwachtig. Ja, want ik dacht, had het gevoel... Moet het raar zijn dan? Ja, want ik wilde nog wel zeggen... Want nu ga ik ook even in mijn hoofd terug naar dat moment. Maar ik had inderdaad het gevoel dat jij misschien wat ongemakkelijker was. Oh nee. Zo voelde ik me niet. Maar misschien was het ook gewoon, weet je, het was drukte. Althans, hebben we het nou over dezelfde evenement? Was het die van Douglas? Nee, was van Denise. Daar zag ik jou voor het eerst weer. En toen zaten we gewoon nog naast elkaar. We hebben het superleuk gehad. We nee, dat was nul ongemakkelijk. Ik dacht voor mijn gevoel was dat dat ene evenement van Douglas. Want Douglas? Toen had ik een hele... Ik weet niet wat voor dag ik had. Ik had gewoon geen goede dag. Maar ik dat ook was niet. Ik zweette me dood. Ja, het was zo veel. En ik had zulke zweetvlekken. Nou, en jullie kwamen te laat, volgens mij. Ja. Tenminste, als zijnde... we zagen elkaar niet vanaf het begin... Ja, klopt. Dus dat was wel... Maar... En... Oh, sorry, nu ga ik... Nee, dat ben je ook al gewend. Laat die comments maar komen. Ja. Rebecca laat Chris nooit uitpraten. Nee, inderdaad, Rebecca. Sorry. We zijn op niks veranderd eigenlijk gewoon. Nee. Maar het was een heel chaotisch event. Ja. Ook. En dat was bloedheet. Ja, dus er was ook gewoon... Ja, de setting was gewoon een beetje gek. Maar
Die eerste, dat was toen van Denise der Tassenlijn. Hè, nee, dat vond ik nul ongemakkelijk. Ik ook. En toen dacht ik, nou, ik weet niet, maar door jullie allemaal word ik wie dus een beetje... Wie zei dat dan, dat dat ongemakkelijk zou worden? Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Want nu denk ik echt, wie zou dat ooit hebben kunnen gezegd? Was het Denise zelf? Zij dacht maar waarschijnlijk, ik nodig nog een bij je uit, dan krijgen we Fitty en dan Nou ja, dat is wel zo. Mensen zitten echt een beetje te wachten op een bepaalde tea. Iets wat wij kunnen spillen. Ja. Het is er niet. Ja, wij hebben gewoon nooit een ruzie gehad. En dat vind ik ergens wel jammer, want dan... Dan hadden we het kunnen uitmelken. Toch? Ik denk dat wij elkaar zeg maar minder spraken, minder zagen. Was het jouw telefoon? Nee, ik heb niks aan. Is het, was het mijn telefoon? Nee, ik heb hem toch op nachtmodus. Oh, het was wel mijn. Nou, whatever. Anyway... want ik hoorde net echt zo'n heftige trill. Hè? Ik weet niet, misschien was het wel in mijn hoofd. Ja. Hartse trilling. Ik denk dat het een beetje een combinatie was van samenloop van meerdere dingen. Dat we elkaar minder spraken, minder zagen. Ja, nou, het heeft geen specifieke reden. Het heeft geen specifieke reden. Het is letterlijk een beetje zo gelopen. Ja. En uiteindelijk denk ik dat we allebei onszelf erbij neer hebben gelegd. En dat was het punt waarop het gewoon helemaal geen contact meer was. Ja, klopt. Want ik kan me dus wel heel specifiek een berichtje van jou herinneren. Leef. Nee. Ook het niet. Was echt nog ver daarvoor. Oh. Jij zat toen volgens mij wel in een pittige periode. Want dat kan ik me nog wel herinneren. Want ik probeerde heel erg... contact met jou te zoeken en dat kreeg ik niet echt. Klopt. En op een gegeven moment, toen had ik weken, maanden, whatever, een berichtje van jou gekregen, want jij was jouw WhatsApp-gesprek aan het opruimen en toen zei jij tegen mij van, oh mijn god, ik heb hier inderdaad nooit op geantwoord en wat erg van mij, want ik zeg altijd tegen mensen, ik wil ze meer spreken, meer zien, en dan reageer ik zelf niet. En was op een bericht van mij van weken daarvoor met... Hey Rebecca, hoe is het? Zullen we afspreken? Ik mis jou, whatever. En daar heb ik gewoon nooit op gereageerd. En toen dacht ik... Oh ja, ik vind het wel een mooi stukje reflectie van jou. Maar inderdaad, dat was wel het moment dat ik dacht... Ja, weet je... Het is geven en nemen natuurlijk. 100%. En dat was... Ja, en ik denk dat het ook het moment was dat wij allebei wat meer dachten van... Nou, weet je, we zien het wel. Dan maar niet. Ja, zoiets. Het was ook niet per se, dan maar niet. Maar ik dacht, ja, het is... Nou, ik heb heel erg gehad in die kliniektijd. Ik was natuurlijk ook een beetje zielig. Dat mag ik ook wel. Klopt, maar ik vond mezelf te zielig. Oh zo, ja. Hè? Niemand kwam mij opzoeken. Niemand kwam langs. Blablabla. En ik voelde mij heel erg, ik heb geen vriendinnen. Ja, precies. En dat heb ik ook een paar keer... op Insta gezet. Ja, klopt. En dat vond ik natuurlijk ook heel erg. Ja, en nu achteraf denk ik ook, Jezus mens. Doe even normaal. Je had wel vriendinnen, maar vind je het heel gek dat ze er niet elke week helemaal naar Utrecht kunnen gaan om je op te zoeken. Ja. Plus, vriendinnen die het wel aangeboden hebben, heb ik gezegd, nee, ik heb geen behoefte aan mensen hier. Ja, maar dat heb jij natuurlijk heel vaak gezegd, hè. Dat jij... Of geen behoefte hebt om af te spreken. Of het moet op een hele specifieke plaats, specifieke tijd. Nou, ik wil altijd weg. Ja, klopt. Ik wil niet afspreken bij mij thuis. Ja. Dus ik reis liever 2 uur naar iemand. En dan had ik ineens 2 kinderen. Jij zat in een hele andere levensfase. En ik denk op die manier is het gewoon helemaal... Nou ja, letterlijk gewoon verwaterd. Ja, dat is ook precies wat er is gebeurd. Kijk... Dat app-contact was je sowieso nooit echt heel erg van, nog steeds moet ik niet zeggen. Nee, nog steeds niet. En we hadden wel een lange afstandsrelatie. Yeah. Dus als je dan ook niet wil appen en bellen al, daar gaat het niet eens over. Dus ja, wat dan? En dat afspreken was inderdaad lastig. Dus ik denk dat het een beetje was. Dus hebben we bonje gehad? Nee, hebben we niet. We hebben ook nooit echt een hele discussiepunten gehad. Nee, maar ik heb het wel altijd een beetje gemist. Wat, het discussiëren met mij? Ja, nee. Die heftige, pittige ruzies. Nee, jou. Ja, ik heb jou ook gemist. Maar het is zeg maar... Ja, we hebben ons inderdaad er gewoon bij neergelegd. Ja. En dat is het. Want... En daarom was het niet awkward op events. Want we mochten elkaar nog steeds. Want er was niks aan de hand. Van, oh, ja, want, leuk. Ja, we hadden elkaar dan een soort van toch wel even weer gezien. En, oh ja, diegene die zag ik weer. En, ja, dus dat was het ook inderdaad. Maar het was gewoon...
Ja. Ja, het zat er verder niet in of zo. Ja, het zat er op dat moment inderdaad niet in. Nee, en ik denk dat dat inderdaad gewoon een beetje een kwestie is van levenswijzes. Plekken waar je op dat moment stond. Ik bedoel, ik had 2 kinderen, jij was single en ja, leefde je leven. En het was gewoon, het matchte op dat punt niet meer bij elkaar. Nee, klopt. Nou ja, dat is het. Nou ja, niet verder geen gekke dingen. Dus ja, dat was het inderdaad. Beetje ja, het leven. Ja, en het is inderdaad mensen, nou, ik hoefde maar live te gaan op TikTok of whatever. En wanneer komt weer mukbang? Ja. Wanneer dit, wanneer dat? En telkens als ik een vraag kreeg, ja, deed gewoon een beetje zeer. Ja, dat klinkt dan misschien overdreven, maar dat ik dacht, ja, dat komt niet meer. Ja, precies. Het gaat niet meer komen. Oh, hou op, ja, met vragen. Oh, je had het voor jezelf wel afgesloten. Kijk, ik heb dat nooit semi echt, ik heb dat niet per se gedacht met, oh, dat komt nooit meer. Ik dacht van, ja, misschien wel. Of zo. Ik had toen de laatste keer, en dat is echt helemaal uit mijn comfortzone, had ik dat appje gestuurd met, oh, ik luister nu dit nummer en dat doet me echt denken aan jou, ik mis ons. Ja. En toen had ik eigenlijk gedacht van, nu komt er misschien wel weer een opening. En dat kwam niet. En toen heb ik eigenlijk voor mezelf gedacht, nou ja. Ja, maar kijk. Doe dan maar niet. Ja, het was niet dat ik jou heb afgewezen. Maar ik dacht, nee, ja, ik mis jou ook. Maar ik miste ook heel erg de toenadering vanuit jou meer met de intentie met afspreken. Omdat ik diegene altijd was met, kom, gaan we doen. Of zal ik langskomen? Of tudududu. En voor mijn gevoel had ik dat al meerdere keren gedaan. En hoe is het? En dat proberen contacten te behouden en te bezoeken. Ook Mitchell lopen appen met, oh mijn god, waar is Rebecca? Hoe is het met Rebecca? Ja. Dat ik op een gegeven moment misschien ook wel, ja, had zoiets van, ja, het is ook graag of niet. Ja. En ik denk, ja, de opening, want voor mijn gevoel heb ik daar wel leuk op gereageerd. Want ik was ook heel erg blij. Jawel, je had wel leuk gereageerd. En toen dacht ik ook, nou, vanaf hier doen we het weer. Gaat het weer omhoog. En toen kwam dat niet en toen dacht ik, nou ja. Nee, klopt. Weet je, ik heb het nu gezegd, dat is al niks voor mij. Ja, nou, ik luister dat nummer wel nooit meer. Nooit meer geluisterd. Nooit meer. Als op de radio komt, moet ik janken. Nee, en eigenlijk is no hard feelings eigenlijk gewoon. Ja, dus heb ik nooit gehad. Nee, ik ook niet. Het is meer van, ja, een beetje doodgebloed inderdaad. Ja. Dus dat is het ook. Maar ik denk ook, kijk, als één van ons had gehad van, oké, dan hoef je ook echt nooit meer te spreken, dan hadden we misschien uiteindelijk wel een bonje gekregen. Ja. Maar wij kijken er allebei met een goed oog op terug. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik heb niet dat ik ergens nu achteraf nog denk, oh, jij ziet het anders dan ik. Ja, precies. Want ik denk, nee. Ja, nee, dat heb ik ook niet. Nee. Nee, klopt. En dat is eigenlijk wel fijn. Ja, klopt. En nu zitten we hier. En nu zitten we hier. En dit was heel erg spontaan gegaan. Ja. En dat moet ook wel. Echt gewoon 2 dagen geleden afgesproken. Ja, klopt. 3. Want wij appten. Nou ja, ik moet zeggen, het is niet dat we de afgelopen tijd helemaal nooit meer elkaar spreken. Nee, dat niet. We spreken elkaar wel steeds vaker. Ja. En toen hadden we daar weer even over, hè? Ja, het kwam gewoon uit het niets. Dat we dachten van, hey, hoe leuk zou het zijn als we gewoon ineens samen gaan uploaden. En toen dachten we, oh ja, laten we het gewoon gaan doen. Ja. En ik denk dat het wel goed was om dat inderdaad direct door te zetten. Ja. Want dit idee hebben we eerder gehad. Ja, en daar komt er gewoon niks van. Jawel, we hadden een datum. Ik kon niet. Ik weet niet, volgens mij was Leo toen ziek. Oh, dat zou kunnen. En toen hebben we nooit meer een andere datum gepland. En ik denk dat dat echt alweer een jaar geleden is geweest. Oh, wacht, ik weet het weer. Ja, hè? Ja. Dat was echt wel lang geleden. En toen hebben we dat nooit meer gedaan. Ja. Ja, en dan ben je ineens weer een jaar verder. Ja, maar ja, zo gaan die dingen. Ja, en voor mij was het ook, ik zat op een gegeven moment zo vast in het moederleven. En de enige vrije dagen die ik had, waren mijn werkdagen. Ja. Wat moet ik dan doen? Hoe moet je leven met kinderen? Ja, dat is wel echt een omslag. Ja, dat je echt denkt, maar wat moet ik nu doen? Ja. En ja, dan kon je wel mensen bij je thuis uitnodigen, maar dan voelde ik me weer bezwaard, want ik heb net kinderen, het huis is een chaos, oh mijn god. Ja, 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 want het viel me wel heel erg op. Je wou nooit, ja, het was eigenlijk standaard wat je zei, ik hoop een dag dat ik de kinderen niet heb en als ze het allerliefst gewoon in Amerika zijn. En nou, inderdaad. Hier. Ja. Nee, maar dat heb ik nog steeds, hè. Ik ga eigenlijk altijd naar vriendinnen toe. Ja. Zelfs nu ik
niet meer de drang heb dat het niet bij mij mag. Ik ga altijd naar de ander toe. Oh ja. Ik weet niet. Ik heb mijn poeders niet meegenomen. Ze liggen nog in de kamer. Oh. Wat irritant. En dan moet jij... Houd het vast. Hallo het allemaal. Er is ook zo daar. Om dan stilzwijgend naar mij te kijken die de wenkbrauwen doet. Let's see. Dat is hetgene waar ik het allerslechtst in ben. Mijn wenkbrauwen. Nou, ze was weer. Nou, gelukkig. Helemaal buiten adem. Ik miste je alweer gigantisch. Nee, ik heb nooit gedacht, ook nu niet, dat je dan thuis zit, dat je denkt, oh, dat gaat zo raar worden. Nee, dat nee. Sowieso niet. Helemaal Waarom niet. Zou dat raar zijn? Nee, dat zou meer zijn als je wel een ander gevoel erbij zou hebben, maar dan zouden we überhaupt niet meer gaan filmen. Jij hebt toch laatst ook met Charlotte gefilmd? Ja, klopt. Hoe was dat? Had je toen wel meer zenuwen? Nee. Ja, ik had dat dus wel een beetje. Ja, maar jij had een andere band met Charlotte dan ik. Ja, klopt. Wij hadden... Jullie Charlotte lagen en elkaar... ik, wij hadden wel jullie gehad. Jullie lagen elkaar niet helemaal. Ja, klopt. En dat was dan wel 5 jaar geleden, maar het zit nog steeds in je hoofd. Ja, klopt. En ik heb het met... Nou ja, Charlotte en ik hadden dus wel allebei een andere beleving van onze vriendschap die we hadden en hoe dat is afgesloten. Dus dan, dat was eigenlijk ook wel leuk, want het stond allemaal op camera hoe dat gesprek is gegaan. Ja, maar dat is niet zo. Ja, maar dat is wel zo. En toen dacht ik, ja, maar dit is precies ook hoe ik jou ken. Dit. Ja. En dat is niet erg. Maar ja. Ik vond het dus wel heel grappig. Maar ik had niet zoiets van... Dat het heel gek ging worden. Nee, het klikte nu veel beter met Charlotte dan 5 jaar geleden. Ja, maar ze is veel ook echt beter. Veranderd. Ja, en ze zei dat ook over mij, dat ik ook heel erg veranderd ben. En dan denk ik van, ja, ik zie het ook ergens wel. Want ze vond mij altijd iets te aan, te chaotisch, te aanwezig. Oké. En zal kunnen hoor, ik weet het niet. Maar ik ben ja, zo gewoon... heb ik het niet ervaren eigenlijk. Nou ja, dat zei ze dus wel tegen mij. Dat ze mij gewoon... te vond. Ik stond altijd maar aan en dat vond zij gewoon alleen gek. Alleen op camera bedoelt ze? Of... Nee, gewoon ook in het echt. Oh, oké. En toen zei ik van, nou ja, kijk, ik ben van mezelf op zich wel een opgewekt persoon, maar ik ben ook een dagje ouder. Ik ben moe. Ja. 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 En... Jij wordt ook bijna 30. Ja, 30 in september. Ja. Dus, Ja, dan verander je automatisch wel een beetje, ja. Ja, en ik denk dat dat ook wel goed is tussen ons, zeg maar. Want Charlotte en ik, wij hadden zulke kinderachtige discussies en dingetjes. Ja. En nu hebben we zoiets van, ja, daar hebben we gewoon geen energie voor. Maar jij ging en zij hapte. Ja. En ze gingen dan de hele tijd. Ja. En dat was eigenlijk, ja, en ik stond daar een beetje tussenin. Zo van, ja, nou ja, I really don't care. Letterlijk. Ja, dus ik ben nog wel lang met haar omgegaan en met jou. Ja. Alleen na een tijdje, ja, ook niet meer. Ja, klopt. Maar dat vond ik ook niet raar om... Ik vond wel gek dat ze me vroeg. Ja, had je dat niet verwacht? Nee. Ik vond gek dat ze mij vroeg. Ja, dat vond ik misschien gekker. Ja. Dat ik dacht... Oh. Maar ik dacht ook, ja, dit is... Maar ik vond het wel slim. Ja, ik dacht wel van, dat ga ik niet uit de weg. Want het lijkt me wel heel erg leuk om te zien wat ze nou eigenlijk aan het doen is. En ze, ja. Haar leven was zo veranderd en ik ben ik wil juice. En ik dacht van, ik ben gewoon benieuwd wat ze al die jaren heeft gedaan. Ja, waar sta jij nu? Ja, wat houdt jou bezig? Ja. Dus dat vond ik, ja, dat vond ik heel leuk om weer met haar zeg maar te spreken en haar weer even te zien. Ja, want wat je op video ziet, dat is echt zo weinig procent. Klopt. Want ik weet niet, wij hadden toen ook al 3 uur lang gekletst voordat we überhaupt gingen filmen. Oh ja, wij filmden al vrij snel. We hadden niet zoveel tijd. Oh ja, oké. Ja, jij moest 8 uur reizen. Letterlijk. Ja. Ja, dan krijg je dat. Ja, ik weet niet. Ik denk dat we allemaal natuurlijk sowieso gigantisch zijn veranderd. Weet je, toen die tijd waren we voor elke poep en scheet waren we in Amsterdam. Ja. Met z'n allen. Ja. En dan is het sowieso al een hele andere levensstijl. Helemaal en... Charlotte Tilbury, meid. Wat heb je daar? Oh, een poeder. Ja, ik had net al gepoederd, maar ik ben nog steeds plakkerig. Oh. Maar die is ook niet meer goed. Oh ja, nee, dat schiet niet op. Nee, klopt. We zagen elkaar 3 keer in de week, want we waren voor alles in Amsterdam. Ja. Voor elk event pakten we aan. Die tijd was ook goedkoper of zo met die treinen, heb ik het gevoel. Ja, maar dat toen denk had ik je ook. Die kaartjes nog. Online, ja, online. Voordeelkaartjes. Klopt. Die tijd die zal maar lang waren er voorbij. Ook
3 events op een dag. Ja. En dan ging je dan met z'n allen heen. Ja. En dan daarna nog lekker eten. Dus die tijd was alweer heel anders. Klopt. Ja, daar heb je 1000% gelijk in. En dan zie je elkaar gewoon veel vaker. Ja. En nu merk je dat ook wel, zeg maar, aan al die YouTube-mensen. Iedereen heeft zo zijn eigen leventje. Ja, inderdaad. En dat is oprecht echt door COVID erbij gekomen. Dat mensen veel meer hun eigen dingetje... Bubbel. En dat deed ik ook, want ik was ook in één keer met mijn offline vrienden. En had ik zo naar mijn zinnetje mee. Dat ik dacht, oh ja, dat vind ik nu ook wel even heel erg leuk. Dat is het. Ik denk dat je een soort van 2 werelden dan bij elkaar gaat halen. En dat werkt niet. En dan ben je vooral gefocust op je werk. Ja. Want ik merk nu ook, en dat is inderdaad sinds COVID. Mijn band met mijn niet-YouTube vriendinnen is zo sterk geworden. Ja, dat maar die ook. Was ik wel bijna kwijt. Ja. Ik had amper nog contact. En nu denk ik echt, oh wauw. Ja. Ik vind het zo fijn. Ja, dat had ik dus ook. Ja, ja, gek, dat heb ik ook. En ik merk wel dat ik nu wel echt op zo'n punt zit. Nou, het afgelopen jaar al wel. Dat ik heel erg mijn online vriendinnen ook mis. Ja. En ik mis het echt om... Weet je, hoe lekker is het om even 3 uur lang alleen maar over Instagram te zeiken? Ja. Met wie kan je dat anders doen? Het interesseert niemand. Tenzij je daarin begrijpt. En ze begrijpen het niet. Ja. Dat je daar druk om kan maken. Of precies. Dat je dat vervelend kan vinden. Of weet ik veel wat. Klopt. En dat sparren over online. Nou, ik was laatst bij een evenement. Ik heb roddels gehoord over influencers. Dat ik denk, oh, dat vind ik toch lekker. Dat is even weer andere team. Dat mag je niet herhalen nu, denk ik. Ik had roddels. En ik dacht echt, heerlijk. Het is hier net zo juicy als hier in de stad. Ja, maar dan over mensen die je kent. Tenminste, indirect kent. Ja, klopt. Dus dat was wel... Oh, nou ben ik heel benieuwd. Ja, het was heel grappig allemaal. Dus ik dacht, oh ja, ik vind het lekker. En dan hadden we het over... behind the scenes dingen. Over dingen. En dat vond ik echt heel erg leuk. En ik dacht, oh ja, ik mis dat echt om te sparren over YouTube en video's. En hoe doen jullie dat? En hoe vaak posten jullie? En weet ik veel. Hoe blijf je nog relevant? Hoe blijf je relevant? Ja. Nou ja, contracten opstellen. Ja. En maar gaan filmen. Afdwingen. Gewoon afdwingen bij elkaar. Je hebt geen keus. Oh, vroeger ook. Ik had er echt mijn werk van gemaakt om met zoveel mogelijk mensen te filmen, volgens mij. Jij filmde iedereen. Ja. Maar wij hadden ook wel eens, dan kwam ik een dagje naar jou. Zijn ze nou hier naar binnen aan het staren? Waar? Wie? Hun. Oh ja, dat kan. Ja, met die lampen, dat valt wel op. Ja, wat zijn die nou aan het doen? We maken content. Content. Wat zou ik nou zeggen? Ik weet het al niet meer. Oh ja, dan kwam ik naar jou toe. En op 1 dag filmden we 6 video's. Als ik daar 6 denk, Rebecca, ik ben moe. Ik ben moe. Dat redden we niet. Nee, ik heb Denis al lang niet meer. Ik ben bijna 30 jaar. Het is jongens, nu wel rustig. Ja. 2 uur. En we filmen nu de eerste. Ik weet nog wel, dan was jij, of bijvoorbeeld met Lola deed ik dat ook. 6 video's, standaard. Ja. Soms wel. En dan had jij er 3 en ik er 3. Ja, en dan was het de deur uit. En dan ging ik zo op de bank zitten. Dan ging ik zo naar de deur kijken. Leeg. En ik zag gewoon stuitjes van al die lampen. Ja. En je staat, hoe dan ook, je staat wat meer aan. Je gaat veel meer denken vanuit perspectief. Je gaat niet zo... Ja. Opmaken of iets. Nee, je gaat altijd wel een beetje... Je gaat wel altijd wel even wat meer. Ja. En, maar na video 3 vraagt dat heel veel van je. Ik heb gisteren 3 video's opgenomen. Ik wist het allemaal niet meer daarna. Echt, ik was doodmoe en mijn lichten stonden de hele tijd. En het was zondag en weer niet. Ja, en oh, wat ik irritant. Werd gestoord. Ja, maar dan word je ook echt getest. Ja, ik kon niet wacht meer. Wacht even, ik kan dit niet meer. Ja. Ja, en ik had toen, had ik nog geen kinderen. En als je dan thuis kwam, kon ik gewoon thuis komen. En nu moet je gewoon nog weer door thuis. Ja, je hebt echt nooit vrij... Dat ik dat wel heftig vind. Dat lijkt mij dus ook zo heftig aan moederschap. Ja, maar je moet altijd door. Maar ik kan me herinneren dat jouw kinderwens was echt, denk ik wel, de sterkste kinderwens die ik ooit heb meegemaakt van mensen. Jij wilde heel graag kinderen. Ja, alleen vroeger dus niet. Alleen op een gegeven moment zit je gewoon in de relatie waarbij je denkt, ja, hier wel. Ja. En toen was hij er wel, ja. Ja, ik kan me wel herinneren dat jouw wens heel sterk was. Maar hoe, zeg maar, heb je het onderschat? Of... Ja, mega. Ja? Ja.
Kijk, spijt is een groot woord. Dat never nooit. Nee. Ik zou ze ook niet nu wegdoen. Nou, dag! Maar het is wel dat ik nu denk van... Oh ja, maar ik heb het echt letterlijk onderschat dat als jij zelf ziek bent en jouw kinderen niet... Oh ja, dan ja, ben je pech. Ja. Want je kan niet meer een hele dag op de bank gaan liggen. Dat lukt niet. Want je vent moet gewoon werken. Ja. Ja, normaal ga je bed in. Dan ben je na 2 dagen ben je weer beter. Heb je lekker je bed weg liggen rotten. Ja. En dan, oh, ik ben er weer. Ja. En dat is nu niet meer. Nee. En ook gewoon helemaal niet meer. En een weekend is ook niet meer per se een weekend. Nee. Het is gewoon een zaterdag. Gewoon een dag als normaal. Ja, ik snap je. Natuurlijk, dan is Mitchell al vrij. Ja. Dus het is dan weer net even anders, maar nog steeds, ja. Dus echt die tijd voor jezelf? Ja, dat bestaat niet meer. Nee, echt wat, amper. Wat zou je ook moeten doen met je eigen tijd tegenwoordig? Nou ja. Zou je het nog weten? Weet je, ik vind het dan bijvoorbeeld lekker om buiten te gaan wandelen. Ja. Maar nee, die koters willen mee. En dan gaan ze op die auto en die scooter. En dat maakt een kabaal. Ja, dat dan is word je daar weer helemaal gek van. Dat nou, is niet meer lekker wandelen. Schaar. Oh, heb je die even handig meegenomen? Dat is altijd handig. Nee, ik kan niet meer. En tuurlijk, ik zou wat harder kunnen zijn. Nee, mama wil alleen. Maar ja, ze zijn zo graag bij me. En dat vind ik dan ook wel weer fijn. Het is ook gemeen om tegen je kinderen te zeggen... Nee, mama ik wil even alleen. Ja, die dat denken ze ook. Maar je gaat naar buiten. Wij willen ook naar buiten. Hallo. Gaan ze de volgende dag naar school? Ik mag van mama niet naar buiten. Mama wilde alleen. Ja, ben jij weer die moeder. Ja, dat kan niet. Nee, dus nou, ga dan maar weer mee. Dan gaat je alleen tijd. Dus nu zet ik wel eens om 6:00 mijn wekkertje. En dan ga ik, voordat iedereen wakker is, ga ik lopen. Waar? Ja, gewoon in de straat. Nee, echt? Ja, om 6:00 even alleen te zijn. Ik? Nee, joh. Ja. Oh, wat goed, denk ik. Nou ja, ik vind het niet leuk. Maar het is wel mijn momentje alleen. En wat doe je dan? Lopen. Podcast. Nee, ik probeer juist niks. Nee, oké, dat snap ik. Ik probeer er dan echt even te zijn. En hier in het midden. Ja, zo zweverig. Probeer hier te zijn. Luister naar wat je om je heen hoort. Oh ja. Nou, dat is niet veel om 6:00. Ik wou net zeggen, helemaal niemand. Nee, maar dat is ook wel weer lekker, maar ik vind het ook eng. Ja. Want er is niemand op straat. Ben je bang om... Ja, straks is er net één iemand wel op straat. Ja. Ja, en dan heb ik liever toch wel 30 mensen op straat. Ja, dat snap ik. Dus ja. Maar ja. Nou ja, als je hier om 6:00 door de stad zou lopen, ja, dan kan je dan op stap. Ja, dat is ook zo. Ja, dat heb je bij ons niet hoor. Ja, hier kan je dan op stap. Daar doen wij niet aan in Lelystad, hè. Dat, Nou ja, ik had dat... Nee, ik wil niet zeggen laatst, want het is echt vorig jaar volgens mij. Toen, ik heb het ook altijd laatst. Ja, maar 2 jaar geleden. Oh ja, ik had ook echt... Nou, whatever. Het is toch weer zijn verhaal weer. Maar ik was dus... Ik moest iets uit de stad... Oh ja, mijn fiets had ik in de stad laten liggen. En ik ging even sporten. Daarna ging ik even door naar de stad. Mensen waren nog steeds op stap. Jeetje. Het was 9:30 in de ochtend. Ja, maar vroeger deden wij dat ook. Nee, ik deed dat niet, Rebecca. Om 9:30 lag ik te pitten. Nou ja, meestal kwam ik er dan alweer uit. Want dan lag ik in bed en dan... Had je 2 uurtjes geslapen en dan was ik alweer wakker. Ja, ik ook. Ik kan echt niet slapen na al. Nee, ik ook niet. Nog steeds niet. En dat, ja, ik ben klaar. Vroeger. Ja. Maar ook dat is het, hè. Als ik nu uitga, dan denk ik... Ja, ik heb gewoon op zondag de kinderen, hè. Ja, succes daarmee. Dus, die tijd... Ja, het is gewoon een beetje voorbij. Nou ja, weet je... Straks als je 40 bent... Ja, dan is het weer op mijn stap. Tijd. Dan is het moekestijd, hoor. Dan ga ik... Oh ja. Ja, dat is wel lastig hoor. Ja, dat snap ik wel. Maar vooral inderdaad, dat is ook echt wat ik van vrouwen hoor. Is dat die eigen tijd die niet bestaat. Ja. En dat zijn dingen, je weet het hè, als je kinderen krijgt. Maar als je het ervaart, geen idee. Ja. In het moment zelf. Nou, ik vind het echt wel zwaar. En ik heb wel de mazzel dat mijn kinderen gewoon heel goed samenspelen. Dus als ze samen zijn... Nou, Ik ben erbij voor spek en bonen. Het is dat ze niet samen thuis mogen zijn. Maar anders had het prima gekund. Ja, precies. Dan heb ik gewoon niks te doen. En soms ga ik erbij zitten met mijn hoofd. En dan zegt ze, jij moet weg. En dan denk ik, oké. Zijn we weer. Hallo. Wat ik wou zeggen is, je kinderen zijn in ieder geval wel lekker direct. Ja, dat wel. Maar dan
zit je soms beneden met je koffie, terwijl je kinderen boven spelen. En dan denk ik echt, en wat? Nu? Oh ja? Wat moet ik nu dan doen? Ik ga stuk om jou hoor. Ga gewoon een boekje lezen, dat is ook jouw tijd. Ja, even. Dat kan ik niet. Nee? Ik ging toen naar Malaga. Ja. Het was een week alleen, 5 dagen. Ja. En ik heb 2 boeken meegenomen, want ik dacht, nou die 5 dagen, al die vrije tijd die we hebben, dat red ik echt wel. Ja. Ik heb 10 bladzijden gelezen. Ja, dat heb ik dus ook met... Ik kon het niet. Ja, het is alsof ik niet meer kan lezen. Ja, nou dat. Dat heb ik ook. En ik had er zo een behoefte aan, ik dacht echt, ja. Bij het zwembad, ja. Met dat lekkere windje, en ik heb zoveel goede boeken liggen, en laat maar. Op een gegeven moment dacht ik ook, laat maar. Ja. We geven het op en het is niet erg. Nou ja, ik had wel, toen ik op vakantie was met een vriendin van mij, wij lagen ook aan het zwembad, wel te lezen. Ik kon toen, als je daar eenmaal in zit, dan kan ik het gewoon dan niet meer loslaten. Oh ja, en dat je juist door wil. Ja. Dus toen heb ik wel even lekker gelezen, maar... Nee, ik lag die lat zo hoog voor mezelf, dat ik echt dacht... Maar je moet nu gaan lezen. Ja, want dat je wil is het zo leuk. Graag, ja. Dan ga je het doen ook. Ja, en nou ja, dan hield het ook wel weer op. Maar dan was iedereen aan het lezen. Dus je zou denken, ja. Dan gaat het wel. Nou, toen ging ik altijd maar even wandelen of zo. Ik dacht, ja. Wel lekker daar hoor. Nou, en hoe? Want je had een... Bergop niet zo. Oh ja. Toen was ik helemaal kapot. En dacht ik, oh, wat een slechte conditie. Hij vindt het wel lekker tussen de bergen. Ik vind het ook wel heel mooi. Dan kwam je uit bij een waterval. En dan dacht ja. Ik, oh, dat was echt even mijn happy place. Ja, maar je omgeving heeft zoveel invloed op je gesteldheid in letterlijk alles. Dat je denkt... Ja. Wauw. Snap je? Ja. Oh, ja, maar het maakte me ook heel verdrietig. Want ik was daar de 2e dag. En ik heb op een gegeven moment Mitchell geappt met... Ik ben gewoon gelukkig. Oh ja. En toen dacht ik echt... Maar thuis dus niet. Ja. Terwijl dat je hebt alles wat je wil. Wat is dat nou? Zo, het loopt mijn app af. Nee, toch? Hoe laat is het? Dat kunnen we ook niet zien. Nee, ik weet het niet. We moeten even kijken, anders hebben we straks een boete. Ja, kijk maar even. Maar dat was inderdaad door je omgeving. Dat je gewoon lekker weer had, mooie palmbomen die je zag. Ja, en echt wel tijd voor jezelf. Ja. Maar goed, thuis heb je natuurlijk andere verantwoordelijkheden. Ja, en dan heb je zoiets van, oh, thuis ga ik het helemaal vasthouden. En ik ga ook een yogamat bestellen, want yoga vond ik blijkbaar heel fijn. Heb ik het besteld? Je hebt nee. Het nooit aangedaan. Nee, oh. Heb ik het ooit gedaan? Nee. Ja. En dat is zo zonde. Ja, dat snap ik. Maar ja. Terwijl het is inderdaad wel lekker om even met jezelf bezig te zijn. Mm-hmm. Ja. Hij klikt niet, hè? Jawel, maar ik dacht, ik ga er geen aandacht aan besteden. Oh. Maar, ik hou daar ook helemaal niet zo van. Om het dan ook maar even in thema te houden. Ik doe het nooit met mezelf. Nee, gadverdamme. Nee, ja, ik vond het heel leuk. In Malaga. Ja, dat snap ik. Heerlijk. Ja, en dan thuis is het gewoon weer je oude riedeltje. Maar zou jij willen emigreren? Nee. En dat komt puur toch weer door de kinderen. Nee, ergens ben ik ook gewoon wel een beetje echt moeke geworden. Maar dat is toch heerlijk? Ja. Vooral nu, na die hele break-up periode, ja, het heeft ons gewoon echt goed gedaan. Ja, goed zo. En ik ben eigenlijk wel content waar ik nu ben, alleen... Gewoon wat vaker inderdaad, even ik. Ja, maar dat is fijn. Want normaal zou ik al denken, nee, een dag als dit, dat kan niet. Want, ik moet leuke dingen doen met Leo. En dan denk ik, nee, ga nou gewoon even voor jezelf. Kom op. Nou, nu is dit natuurlijk werk. Ja. Heel Laten we eerlijk zijn. Ik dacht alleen maar, ja, let's go. Nee. Nee, het is goed dat ik dit soort dingen doe. En dat doe ik ook steeds vaker. Ja, goed zo. En dan ging ik ook weer voor het eerst in mijn leven uit begin dit jaar. En toen dacht ik echt, wauw, ik heb deze kant van mij zo gemist. Ben je op stap geweest? Ja. Nee joh. Gewoon echt 6:30 thuis op stap. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Nou, ik moet daar dus tegenwoordig 8 dagen van bijkomen. Ja, en als je kinderen hebt... Nul. Want dat mag... Je wil wel bijkomen. Je hebt helemaal geen kater. Jawel. Oh, jawel.
Ik bleef die dag extra lang ook hangen bij een vriendin van mij. Zo van, ja, ik wil niet naar huis. Maar ja, op een gegeven moment, ik werd niet weggekeken, maar ik dacht wel, ja, ik moet op een gegeven moment wel naar huis. Ik wil niet naar huis, dat is echt zielig. Ja, want je moet dan gelijk weer aan. Ja. Maar op een hele andere manier aan. Ja. Het is niet dat ik ze dan niet, ja, nee. Ik heb nagedacht, hoe kan ik dat zeggen? Oh, ik moet even mijn neus poederen. Nee, maar mensen weten dat wel van mij. Ik ben daar ook gewoon eerlijk in. Ja. Nee, op zo'n dag mis ik ze niet. Ja, maar je hebt ze dan ook maar één avondje niet gezien. Inderdaad. Ja. Ja, en soms voel ik me daar wel schuldig over. Dat ik denk, ja, er zijn moeders die het wel zo voelen als ze een avondje weggaan. Dat ze per se 20 foto's willen ontvangen. Ja. Ik heb dat niet. Nee, dat kan. Maar ja, dat is ook prima, toch? Ja. Ik heb nu zo uitgebreid gedaan dat ik denk, nou, volgens mij ben ik 30 keer met mijn bronzer eroverheen gegaan. Nee, je ziet er prachtig uit. Ik ben ook klaar. Ja, nu baal ik dat ik geen lipstick mee heb. Oh, ja, die loopt natuurlijk ook altijd op. Ja. Maar de laatste tijd voel ik me zo te. Ja, ik doe ook gewoon een lipliner. Dus je mag een lipliner of een lipstick als je wil, hoor. Maar werkt dat nu over olie heen? Je hebt ook olie op. Ja, en daarna doe ik lipliner. Dat vind ik mooi. Dus nu lipliner. Ja. Welke heb je dan? Heb je iets wat bij me past? Ja. Smart. Nou, je mag even een keuze maken. Ik doe ondertussen heel even mijn eyeliner. Gelukkig heb je niet zoveel keus. Nou ja, je maar moet ze ook even open doen. En dan denken van, kan ik hier nog iets mee? Want ik heb hier niet... Oh, ik heb hier ook allemaal... Oké, dit is bijvoorbeeld met zo'n draaidoppie. Ja, maar wat is nou echt een mooie? Ja, alles. Maar ze lijken allemaal op elkaar. Ja, en succes daarmee. Dit kan toch wel? Ja, dat kan. Gaan we gewoon doen. Nee, en soms lijkt het ook alleen maar of ik alleen maar negatief ben over moeder zijn. Ben nee, ik vind ik helemaal niet. Nee? Ja, ik kan me voorstellen als je mij dan hoort over... je kan niet meer ziek zijn, ik wil alleen zijn... Oh zo. Nou, ik vind dat... Ja, ik heb niet zoiets van, wow, wat ben je aan de zijkant? Dat nee, heb ik niet. Oké. Ik denk wel van, ja, ik begrijp dat wel. Dat lijkt mij ook heel zwaar. Ja, en dat is wel iets waar je gewoon te weinig over hoort. Ik denk serieus, als ik iemand als mijzelf had gehad voordat ik kinderen had, dat ik er wel even dubbel had over nagedacht. Klopt dat? Wacht even. Als je wat? Als ik... Als ik voordat ik kinderen had, zo iemand online had als wat ik nu ben. Oh, zo dat je misschien wat meer zou over nadenken om kinderen te maken. Ja. Dat snap ik. Dan had ik het waarschijnlijk alsnog gedaan. Ja, want je denkt vanuit jezelf. Ja, want bij een ander denk je altijd, nou, zal wel meevallen. En dan zit je er middenin en dan denk je, joh. Ik zit dus ook in die Reddit-groep, of althans, ik lees dat wel eens, van de Regretful Parents. Oh ja. Ja, dat vind ik heel interessant wat daar allemaal langskomt. En dan denk ik, ja, wow. Maar ook... Ja, maar die zijn soms ook wel... Die hebben echt spijt. Ja, die hebben immens spijt. Ja, en dat heb ik dan weer niet. En vaak is het ook door een hele slechte partner. Pakt hij niet? Nee, echt 0,0. Nou ja, ik vind dat dus mooier, zeg maar, als ik olie, zeg maar, eerst olie doe dan lipliner, want dan is hij wat zachter. Snap je? Dus ja, maar heb je dat niet? Laat er geen olie achter. Partner doet ook heel veel, hoor. Ja, tuurlijk. Daar, en ik denk dat dat de periode is geweest dat het ook niet helemaal lekker ging. Ja. Dat, ja, dat je er later achter komt van, ik heb niet echt kunnen genieten, want jij was er ook mentaal niet. Ja. En we zagen alleen mijn struggle, maar niet die van hem. Ja, klopt. En als je er dan niet van kan genieten, ja, dan heb je al een streepje achter. Ja. En dan doe je het nog een keer. En daarna nog een keer. Toch, er komt toch een derde. Bij deze, trouwens. Nou, nee. Nee, dat punt is wel gekomen dat Leo op een gegeven moment 1 was. En dan dacht je wel weer van... Oh, het is toch wel weer leuk. Nee, echt? Ja, gehad. Ik mis die babyperiode wel. Niet de babyperiode, want dat vind ik zo niet normaal zwaar. Ja. Maar dat ze dan een week of 8 zijn, mm-hmm. Dat vind ik zo leuk. En dat is maar zo kort. Ja. Maar daarna dacht ik, nee, ik ben heel blij dat het niet meer kan. Want nee, dan hadden we er nog een keer voor gevallen. Want dat was ook het gevoel na Revi. Oh, baby. Baby. En dan zit je weer in. En dan nee, maar je zei toch altijd dat je wel 2 kinderen wil? Ja, ik zou er nooit 3 tussen. Oh, dat is mijn buurvrouw. Oh.
Nee, 3 vind ik ook zo gek met slaapkamers, met een auto. Alles. Je hebt echt een bus nodig. Ja, maar na de eerste die trauma dacht ik nooit meer een tweede. Ja. En toen kwam die tweede en toen dacht ik echt, oeh. Wat is mijn verhaal aan het doen? Oh ja, kan. Boodschappen binnenladen of zo. Anyway. Ja, nou ja, dat. Verder vind ik het wel leuk hoor. Ja, nee, het is fijn. Ik vind wel weer leuk dat wij weer even een videootje hebben opgenomen. Ook even bijkletsen, ook zo net natuurlijk. Ja, het ging ook weer lekker helemaal nergens over. En tegelijkertijd over heel veel. Ja, ik vind het wel leuk. Ik hou er wel van. Ja, ik ook. Gezellig. Maar in ieder geval, ik vond het weer gezellig. Dankjewel dat je er was. Ja. We hebben een mukbang op het kanaal van Rebecca. Volgens onze afspraken moeten we nog 1 video opnemen. Ja, anders wilde ik niet komen. Ik dacht, ja, dag. Jij, dan ik ook. En zo is maar net. Juist. Zo. Ja, hè? Ik mag er ook wezen. Jongens, ontzettend bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! Doei.